Incident. Ter hoogte van de kerk draaide ik naar rechts, het dorp uit, richting open veld. Maar ik was de bocht nog niet om of ik schrok me dood. Een tennisbal stuiterde over het asfalt mijn kant op en daarachteraan rende een wolfsherder. Ik was op de fiets. Zo'n hond, een kruising tussen een Duitse herder en een wolf, mogelijk uit Tsjechië of Slowakije, is een imposante verschijning. Zeker als het een volwassen exemplaar betreft en zo'n beest met open bek op je afkomt en jij ineens bent vergeten aan welke kant de voor- en achterrem zitten. Wat op dat moment heel belangrijk is, omdat, als je een noodstop moet maken, het bijzonder onverstandig is ineens heel hard in de voorrem te knijpen. In tegenstelling tot wat ik vreesde, dat de wolfsherder de aandacht van de bal zou verleggen naar hey, ook leuk, een fietser, bleef het dier gefocust op de tennisbal en had het ding, voordat ik binnen bespringafstand kwam, in de bek en wandelde op zijn dooigemak terug naar het baasje. De man stond op de stoep en had het tafereeltje gadegeslagen. Aangezien het gevaar even snel was geweken als dat het gekomen was, reed ik door. Terwijl ik de eigenaar passeerde, wilde ik hem glimlachend toeknikken. Zo van, geef niet hoor dat de hond los op de weg liep en woest op me af kwam rennen. Kan ik de humor wel van inzien? Beetje schrikken is af en toe goed voor de mens. Maar hij keek me niet eens aan.